Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Vanwege de zomervakantie hebben we deze keer wat minder nieuwsitems. Het duurt nog een paar weken, maar er gaat de komende periode gewerkt worden aan de A16. Vanaf 8 september en de daarop volgende drie weekenden staan werkzaamheden gepland. Rijkswaterstaat begint dan aan het weggedeelte vanaf de Belgische grens richting Etteleur. Deze werkzaamheden beginnen op 8 september om 9 uur s'avonds en duren tot 11 september, 5 uur in de ochtend. Het weggedeelte vanaf Prins Viel, de Meubelboulevard, richting en Somzeel, is vanaf vrijdagavond 15 september om 9 uur tot maandagochtend 18 september, 5 uur aan de beurt. Aangezien dat een groot stuk is, wordt het weggedeelte nog eens afgesloten vanaf vrijdagavond 22 september 9 uur tot maandagochtend 25 september 9 uur in de ochtend. Tijdens deze laatste twee weekenden wordt er een toename aan verkeer verwacht in onze gemeente. Meer informatie over deze werkzaamheden kunt u vinden op de website van anabeter.nl. De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 van kracht. Vanaf 1 januari 2024 spreekt de gemeente niet meer van bestemmingsplannen, maar heeft de gemeente één omgevingsplan. De gemeente wil ondernemers en particulieren die de komende maanden bouwplannen willen indienen hier al rekening mee laten houden. De gemeente richt zich met deze boodschap vooral op initiatiefnemers met bouwplannen waarvoor moet worden afgeweken van wat er volgens het bestaande bestemmingsplan mag op de beoogde bouwlocatie. Zij willen initiatiefnemers hiermee tijdig informeren en op het goede spoor zetten en zo ook dubbel werk voorkomen. Vaak kan de initiatiefnemer beter voorsorteren op een planvorm die de gemeente Dremmelen onder de omgevingswet hiervoor zal gebruiken. Dus informeer jezelf goed en zoek contact met de gemeente als iets niet duidelijk is. Deze informatie staat ook op de website van de gemeente Drimmelen. Het is de intentie van de gemeente Drimmelen dat de biodiversiteit vergroot gaat worden. Zo is vastgelegd in het coalitieakkoord. Op dit moment loopt een proef en worden er grasstroken omgetoverd tot bloemenweiders bij de Ganshoek in Lage Zwaluwen, het Liesveld en de Vlasweel in Terheide en het park bij het Gemeentehuis in Maden. In Lage Zwaluwen en Terheide zaaide de gemeente een aantal planten en bloemen in die van nature vaak voorkomen in Nederland. De strook bij het Gemeentehuis wordt minder vaak gemaaid zodat de bloemen en kruiden die al in de grond zitten de kans krijgen zich te ontwikkelen. De bloemen bloeien op het juiste moment voor onze insecten, waardoor lokale populaties van wilde bijen, vlinders en hun larven en rupsen op het juiste moment hun voedsel vinden. Het duurt nog even voordat de bloemenweides in bloei staan. Vanwege de aanhoudende droogte kiemen veel zaadjes helaas nog niet. Daarnaast vindt bij tweejarige planten de bloei pas in het tweede of derde jaar plaats, omdat ze de kou nodig hebben om te kiemen. Vanaf volgend jaar kunt u in ieder geval van mei tot en met september genieten van bloeiende wilde planten en bloemen in uw buurt. Onze gemeente kent al een aantal topsporters, zoals de Schaatser Gianni Romme en Jill Bajings, topvoetbalster bij de Oranje Leeuwinnen. Jill is ooit begonnen bij SC Ter Heide en speelt nu voor Bayern München. Aan de lijst topsporters kunnen we nu ook een beachvolleybalster Serena van der Maden toevoegen. Zij speelt in de eredivisie van het beachvolleybal. De 22-jarige Serena is samen met teamgenote Lisa Louini op 18 juni eerste geworden in de eredivisie in Arnhem. Daarna zijn de dames op 30 juli tweede geworden bij het NK Beachvolleybal Senioren op het strand bij Serena werd op dat toernooi tot haar grote verrassing in aanwezigheid van verschillende scheidsrechters uitgeroepen tot de meest sportieve speelster van het afgelopen beachcompetitie seizoen. Lisa en Serena speelden zondag 13 augustus het Belgisch kampioenschap King of the Court in Hasselt, waar ze in gooi gaan doen naar de Queens van België. Tijdens de King of the Court in Tilburg op 20 augustus en in Rotterdam op 2 september speelt Serena met een ander maatje. Heeft u ook een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Mail het ons naar publicatie.omroepdrimmelen.nl Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt dus ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.